Hallo, vandaag gaan we dus een klein nestje maken met de vogel waar we de vorige keer met brooddeeg aan hebben gewerkt. Maar je kunt natuurlijk ook een vogel maken van papier. Dat heb ik hier als voorbeeld gemaakt. Je gebruikt weer de achterkant van allerlei doosjes die je vindt in de keuken. Je kunt de vogel apart maken. Zijn lijf, zijn hoofd, staart en vleugel. Je kunt hem natuurlijk ook in één geheel tekenen. Zal ik er eventjes eentje voor doen. Vleugel doe ik los. Waarom? Omdat ik hier tussenin heb ik stukjes karton geplakt, zodat je een beetje een dieptewerking krijgt. Voordat we de vogeltjes nou gaan maken, ga ik je voordoen hoe we het nestje moeten maken. Daarvoor heb je nodig krantenpapier, onze zelfgemaakte lijm, die doe ik eventjes voor het gemak, een schaaltje, je hebt een ballon nodig en weer een bakje. Dat bakje plak ik vast met een beetje tape of plakband aan de onderkant, dat doe ik op 3-4 plaatsen. Zo. Je tekent op die ballon de opening van het nest. Daar wil ik dus geen kranten hebben. Je kunt het weer met een kwast doen, maar ik doe het gewoon met mijn handen. En je zorgt dat je precies langs de rand werkt. Je weet met papier-mâché heb je veel lagen nodig, zeker 5 lagen. Want anders dan zakt hij in elkaar als we de volgende keer onze ballon kapot prikken. Dit is eventjes een werkje. Heb je dat vogelnestje nou helemaal gemaakt? 5 lagen, echt superveel. Zet je hem te drogen tot morgen vroeg. Morgen vroeg kun je hem in allerlei kleurtjes gaan schilderen, zoals dat ik deze heb gemaakt. Dan zorg je dat je wat takjes vindt in de tuin. En ik heb een beetje stro gemaakt. Dat zijn gewoon reepjes knippen van kranten. Dan kun je je vogel erin zetten. Je zou er eventueel nog paaseitjes in kunnen maken. En dan is je nestje klaar. Veel succes!